Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag natuurlijk weer Mindtopia. En vandaag in Mindtopia gaan we gewoon eventjes lekker chillen denk ik, even kijken. Zo, deze kan hier naartoe, die kan daar naartoe, zo, ik weet niet wat allemaal voor boekjes waren. Maar, vandaag gaan we dus eventjes lekker naar ons eigen bedrijfje toe. Oh lol, hier hangt een smiley aan de deur. Maar wat is dit dan voor ding? Dan weet ik echt niet wat voor ding dat is. Ik heb nog niks aan mijn deur hangen. Oh, dit is van Mr. Yuri. Nice. Maar ja, wij gaan dus eventjes naar onder en nog een keer naar onder en zo. Kijk, mooi. Zoals jullie konden zien net al, het sneeuwde een klein beetje. Dus ja, we gaan sowieso een nat pak krijgen. Maar er maakt niks uit. En de wegen zijn helemaal wit. Echt letterlijk en figuurlijk helemaal wit. Gisteravond hebben we trouwens de vergadering gehad, natuurlijk. Ella, ik wou zeggen, draaien zich in één om. Maar natuurlijk wel van onze politieke partij. In die vergadering hebben we best wel positieve punten besproken. Die punten die gaan wij binnenkort ook even helemaal uitwerken. En hopelijk dat we iets met die ideeën kunnen doen. Ik ben heel benieuwd, maar ik heb er alle vertrouwen in. Nou, wij gaan even naar Gold Food toe, want daar zit onze donatiekist natuurlijk, die eigenlijk al helemaal vol zit volgens mij. Ik zal eens voor de fun gaan kijken wat erin zit. Oh. Zo, even kijken, wat zit er nog in? Oh, er zitten heel wat donatieboekjes in. En wat ik ook nog heel even ga doen, is even het geld weer ophalen. Zo. Kijk eens aan. Oh, dit zijn toch wel weer een ruime 40k erbij ofzo. Ik heb nu 67k, dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel grappig. Ik kom in mijn winkel en in één keer gaan er ook andere mensen. Oké. Niet dat het erg is hoor. Maar dat is heel vaak zo. Even kijken. Nou, 110k alweer. Oh, dan was het dus ongeveer 50k. Oh shit. Ik ben helemaal vergeten om te eten. Niemand heeft iets gezien. We eten die wel even. Zo, niemand zag iets. Ik heb gewoon fitheid 100 en nog iets, toch? Zo, ja. Helemaal niks aan de hand hoor. Fitheid 109 ben ik. Nice. Ik moet nog steeds één keer een vitamine D-pil gaan pakken hoor. Want ik ben echt heel benieuwd wat dat doet. Ik moet toegeven dat hier de laatste tijd dat ze niet meer actief zijn. Dus hier gaan we binnenkort opruiming houden. Zo noem ik dat altijd. Want ik heb natuurlijk niks aan mensen die niet werken. Zo, en dan gaan we dit erin leggen. Zo, mooi. Voilà. En voilà. Kijk, hopsakee. Nou, dan gaan we eens even een aantal donatieboekjes doen. Daarvoor moeten de poortjes altijd dicht zijn. Zo. En dan gaan wij het donatiespelletje doen. 1, 2, even kijken. 3 spelers. Even kijken. Die en die en die. Zo, nice. En dan zetten wij deze eventjes dadelijk allemaal naar boven neer. Dus dat doen we zo. 1, 2, 3, 4... 5 en 6. En dan wordt dit dadelijk 7, 8 en 9. Dan doen we vandaag deze. En dan doen we morgen of overmorgen wel de andere. Nou, we gaan eens even kijken. Een verlanglijstje van Viper B2. Lieve Sinterklaas, mijn verlanglijstje is een mooi kledingstuk voor koude tijden. Als u, niet, als u dit niet kunt regelen, geld is altijd goed. Met lieve groeten Viper B2. Info, plotnummer 743. Oh ja, maar ik ben geen Sinterklaas helaas. En Sinterklaas is alweer het land uit, dus ja, Even kijken, ik heb mijn nieuwe koptelefoon, hè. Oké, ja, zou wel. Even kijken. Yo, Gold Eagle, ik ben het Rennen Monkey. Je hebt me vrijgelaten, dus daarom wil ik je bedanken. Want de celstraf was niet zo erg meer, dus van mij krijg je een vitamine B. Bedankt! Oké, dus omdat ik iemand eruit laat, omdat hij eruit mag, krijg ik vitamine B template. Oké, super thanks. Ik moet vaker mensen eruit gelaten. Spel voor Gold. Beste Gold, dit is nog een spel voor je. Mijn naam is Niels op MCXQuip. 1 euro, wie heeft al die hekjes opengemaakt, hop? Nou. Iedereen, even kijken. Iedereen het Gold, ik heb hulp nodig, ben net gescamd. Oké, nou, ik kom er aan. Oké, nou, dan gaan we deze donaties maar de volgende keer doen. Helaas, dit moet even tussen. Nou, kom maar even mee. Ik neem aan dat je aangifte wil doen.
Tenminste, daar ga ik vanuit. Oké, nou. Heb je wel bewijs? Ja, nee. Oh. Dan kunnen wij helaas niks. Kunnen wij helaas niks doen. Je hebt altijd bewijs nodig. Altijd een screen of namen. Zin in Rainbow Six? Even niet. Sorry. Nou. Mooi. Even kijken. Voilà. Zo, kijk. Het is een stuk veiliger om nu mijn donatiekist te gaan lezen. Even kijken. Nou, we gingen van achter naar voren nu werken. Want ik heb net de helft eruit gegooid. Oh, trouwens, is Jeff. Wauw, hij stond hier kruisjes. Dat zag je helemaal niet. Even kijken. Hey Gold, hier is zo'n donatiespel. Je weet hoe het werkt, dus begin maar. 500 diktaatje, 2 diktaatjes, een kaartje, 2k. Een 0 tot het, 5k, een koekje. Oh, wacht, ik ga wel heel snel. 10 diktaten. Nou, oké, ik krijg 10 diktaten van Die Rotterdammer. Super, thanks man. En een donatie slash dankje van Random Monkey. Yo Gold Eagle, ik ben het Random Monkey. Je hebt me vrijgelaten, dus daarom wil ik je bedanken. Oké, dat is die hebben we net ook al gehad. Dan gaan we door naar de volgende. Beste Gold, dus die hebben we ook al gehad. Die is van MC Quip. Nou, dan gaan we de volgende donatie doen. Giveaway. Omdat je de beste bent en ik meedoe aan de giveaway. Even kijken. Omdat je de beste bent en ik mee wil doen aan de giveaway. Daarom krijg je dit boekje. Haha. En omdat ik BTW ook hoop een van de giveaways te winnen. Groetjes Rick. Nou, super leuk berichtje denk ik. Ik snap het alleen niet helemaal. Maar dat kan aan mij liggen. Hey Colt, hierbij krijg je van mij wat appeltjes en wat tomatensoep. Hopelijk ben je er blij mee. Met een vriendelijke groet. Tom Plerdo. Ah, super thanks. Appeltjes en dingen zijn altijd lekker. En tomatensoep. En, oh, we gaan even scrollen hoor. Jip, we gaan naar pagina 20 toe. Wat zit dat daar? Ik weet niet wat er staat. Maar dat maakt me niks uit. Ga ik nog iets lezen. Donatie deel 2. Waarom won jij nou niks? XD. Je mag voor mij toch 64 friet hebben. Ah, dat is lief. Van wie krijg ik die 64 frietjes? Van It's Your Boy Joey. Yay, super thanks voor je donatie. Altijd lekkere frietjes. En voor je, degene die het niet wisten, het nieuwe kledingseizoen is ook weer gestart. En er zitten hele leuke kleurtjes binnen. Ik weet niet of wij in de tussentijd alweer iets hebben. Hebben we er al iets van het nieuwe kledingseizoen? Dit is blauw, dit is Pacific Blue, dit is turquoise, dit hadden we al allemaal. Opaal groen enchanted, ja, die is nu voor mij. Yay, ik weet niet wat ze voor hebben betaald, maar dat maakt me niks uit. Die is nu voor mij. Altijd heel leuk. Zodra ze enchanted spulletjes naar binnen halen, die zijn altijd bijna voor mij. Kijk, hier heb ik ook al Holland Oranje, die heb ik ook al. Ik heb nu opaal groen enchanted. Echt super thanks. Echt super nice dat iemand die even had gekocht. Daar kan ik namelijk wel iets mee. Eens even kijken. T-Rex groen. Ik vind Pacific Blue altijd nog steeds zo'n mooie kleur. Dit is trouwens wel een lijp pakje, joh, als je dit zo ziet, die. Dit is echt lijp. Even, dit moet ik even aantrekken, hoor. Kijk, en dan halen we deze even eraf. Wow, die staat ook best wel sick ook. Nice. Nice, 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 nice. Nou, die zijn te koop. Die zijn te koop. U mag mijn kleding hebben. What? Goals, ben je een opname? Ik weet niet of ik een opname zit, sorry. Sorry, ik weet het gewoon niet. Zou zomaar kunnen. Ik zeg altijd, I don't know. Oh, iemand wil iets geven. Oh, ja, nou. Oké. Okay. Ah. What? Hey, dit zijn die nieuwe kleuren. Maar, waarom krijg ik die? Omdat ik... Ik heb ook wat. Nieuwe wil. Oké. Je wilt ruilen. Doe je dat? Kan. Nou.
Ik moet ze vandaag wel even kijken. Een mintje. En dan doen we er een... geen roodje onder. En dan zetten we daar Bendert op. Oh, ik dacht even dat ik hem op zijn hoofd zat. Ik dacht van, wat de heck krijgen we deze? Oké. Dit setje. Is mooi. Nou. Dus, nou, dan krijg je deze wel. Weet de waarde nog niet van de nieuwe items. Zo. Is goed, hartstikke bedankt. Oké, dus we hebben deal. Mooi. Die wordt er wel bij. Zo, alsjeblieft. Ook weer level 1 geholpen, want dit is wel een heel mooi setje. Oh, iemand wou nog iets geven. Wie wou nog iets geven? Naar binnen. Nou, oké, mooi. Oh, oké, een frietje. Altijd lekker. ik zat even te denken van, die komt ook kleding brengen of zo, maar ik zou niet weten. Even kijken, deze die zetten we dus weer neer bij mijn kledingcollectie. Ik vind het wel een vette kleur, eigenlijk die silver grey. Zal ik hem eens even aantrekken? Hoe ziet hij uit eigenlijk? Ja, ik vind hem oprecht, vind ik hem awesome. Toch? Ja. Ik sta hier niet zo handig. Het is een beetje betonachtig grijs of zo, maar het ziet er wel vet uit. Nou, dan gaan we die weer lekker in mijn kist stoppen bij de rest van de kleding. Zo, nou en dan... vind ik het wel weer mooi geweest. Dit was dan ook weer de video voor vandaag. En vandaag een iets kortere video. De volgende keer zou het een iets langere video zijn. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.